Hallo allemaal, ik ben Iris van Mama Botanica en ik leer jullie graag meer over planten. Zoals je weet hebben planten licht nodig om te groeien. En dat kan komen van de zon of van een lamp. Want helaas hebben we niet altijd voldoende licht in ons huis om je planten gelukkig te houden. Soms duurt de winter heel erg lang, is het heel erg donker in die periode. Of misschien heb je wel een hoek in je huis waar je heel graag planten neer wilt zetten, maar waar het eigenlijk te donker is. En in zulke gevallen kan je heel goed kijken naar groeilampen, want die kunnen ervoor zorgen dat je plant wel gezond gaat groeien. Voor deze video werk ik samen met het Belgische bedrijf Mother, die Bloom heeft ontwikkeld, wat een hele mooie en effectieve groeilamp is. Planten eten licht. En ze kunnen het door middel van fotosynthese omzetten in energie die ze gebruiken om te groeien en zichzelf in stand te houden. En het belangrijkste bij de verzorging van je planten is dan ook dat ze voldoende licht krijgen. Want je kunt je plant nog zo goed water geven, als het licht niet in orde is, gaat je plant het echt niet redden. Wil je toch een plant zetten in die ene donkere hoek of je planten echt gelukkig houden in de winter, dan is een groeilamp dus een ideale oplossing. Een paar maanden geleden ben ik deze lamp gaan testen op een van mijn meest zielige planten. Dit zijn stekken van een gevlekte Monstera Deliciosa of een bonte Monstera die ik in de grond heb gezet waarnaar ze eigenlijk nooit meer echt zijn gaan groeien. En ze stonden ook wel een beetje te donker in mijn huis, maar ik had helaas geen betere plek voor ze. En ze werden een beetje zieliger en zieliger. Dus ik wou die lamp echt op deze plant testen om te zien wat voor resultaat het zou opleveren. Er ontstonden overal nieuwe groeipunten en er zijn zelfs al nieuwe bladeren ontwikkeld. Die bladeren zijn nog niet zo heel erg groot, maar dat had ik ook niet verwacht omdat hij het zo lang moeilijk heeft gehad. Maar ze zien er wel heel gezond uit. En sowieso is het groen van de plant ook veel gezonder geworden. Dus ik zie echt een immens verschil van hoe de plant er eerst uitzag en hoe die niet groeide. En nu met deze nieuwe groei en nieuwe ontwikkeling die overal omhoog komt. Hoe ik deze lamp precies heb gebruikt en andere antwoorden op jullie vragen over groeilampen behandel ik in de rest van deze video. Zoals je ziet geeft de Bloom wit licht af, maar je hebt ook groeilampen die geven roze tinten, rood tinten, paars tinten licht. En je hebt dus eigenlijk twee verschillende soorten lampen, eentje met wit licht en één met gekleurd licht. Zoals ik al zei, eten planten licht. En van sommige kleuren licht eten ze meer dan anders, zoals rood en paarsblauw licht. Daar eten ze meer van, maar dat wil niet zeggen dat ze de rest van het spectrum niet nodig hebben. Als je bijvoorbeeld een basilicumplantje alleen in dat rood-paarsige licht laat groeien, dan zal die uiteindelijk niet naar basilicum smaken, want het blijkt dat hij dus ook oranje licht nodig heeft om die smaken te ontwikkelen. Als je dus zeker van wil zijn dat je je plant een uitgebalanceerd dieet geeft, is het goed om ze wit licht te geven, want daar zitten alle kleuren in. En wit licht ziet er ook nog een stuk mooier uit dan wanneer je plant in van dat rozige blauwe licht staat. Deze lamp geeft echt heel veel licht en het is ook niet een sfeerlampje die je 's avonds aanzet om een boekje bij te lezen, want het is echt vrij intens licht. En heel anders dan wanneer je een normale lamp aanzet, want die zijn ook echt niet geschikt om planten mee te laten groeien. Licht kun je op verschillende manieren meten, waaronder in de lux-eenheid. Om je een beetje gevoel te geven van hoeveel licht zo'n lamp nou produceert, ten opzichte van zonlicht of zo'n klein peertje bijvoorbeeld, gebruik ik een simpele lichtmeter op mijn telefoon. Het is nu lente en er is echt al meer licht dan in de winter. Maar als ik nou het licht meet op mijn vensterbank in het oosten, wanneer de zon er niet volop schijnt, dan geeft de meter zo'n 1300 lux meer. En als ik verder mijn huis in ga, wordt het echt heel snel minder. En op deze plek is het in de winter echt veel te donker om planten te laten staan. Dus zonder lamp geeft de meter eigenlijk maar 400 lux aan. En als ik de lamp aanzet, dan wordt dat gelijk 9000. Echt een enorm verschil dus. En een standaard peertje, die meet ik nu echt heel dicht bij de lamp, die geeft maar zo'n 1200 lux aan. En je kan je plant nooit zo dicht bij een lamp zetten. Dus dat geeft een beetje aan hoe weinig licht normale lampen geven. En dit is natuurlijk geen wetenschappelijk meetinstrument, het is gewoon met mijn mobieltje gedaan. Maar het geeft je een beetje een gevoel van hoeveel licht zo'n lamp produceert en wat het dus toe kan voegen aan de donkere plekken in je huis.
verschillende soorten groeilampen. Tegenwoordig zijn de meeste groeilampen LED-lampen. En je kunt ze bijvoorbeeld kopen als zo'n peertje die je in een lamp kunt draaien. Maar het nadeel aan die lampen is dat het bereik vaak wat beperkt is. Ze kunnen een paar plantjes goed belichten, maar dan houdt het ook wel mee op. Wat zo fijn is aan deze lamp is dat het bereik echt enorm is. Dus het is niet één enkel plantje wat je ermee kan belichten. De LED-strip is heel erg lang, die is zeker 80 centimeter hoog. En omdat er zoveel licht uit die lamp komt, kan je wel een hele hoek met planten belichten. Zo heb ik de planten die veel licht nodig hebben vooraan staan. En staan er wat grotere planten en de planten die wat minder licht nodig hebben meer naar achteren. Het bereik van het licht is tot zeker wat 2 meter bij deze lamp. Je wil sowieso voorkomen dat de bladeren de lamp aanraken, want dat is echt veel te intens voor het blad van zo'n plant. Als je bijvoorbeeld een plant hebt die liever wat donkerder staat, niet in de volle zon hoeft, die kun je eigenlijk echt beter wat verder wegzetten. Want als je hem te dicht bij de lamp zet, dan kan het blad een beetje verbleken omdat hij zoveel licht krijgt. En als je dat ziet gebeuren, kan je je plant simpel dus wat verder weg van de lamp zetten. Nou, wat je niet wil doen is in al je enthousiasme die groeilamp de hele dag en nacht aan laten staan. Want het is belangrijk voor je planten dat ze gewoon een normaal dag- en nachtritme hebben. Want de donkere periode is voor een plant ook heel erg belangrijk voor zijn ontwikkeling. Hij mag ook gewoon slapen. Zelf kies ik ervoor om de lamp overdag aan te hebben staan en zet ik hem in de loop van de avond uit. Maar als je er niet meer over na wilt denken, dan kun je hem ook op een timer zetten. En die stel je dan zo in dat hij aangaat en uitgaat op de momenten die jij wilt. 16 uur per dag is echt het maximum. En als je je planten gewoon voor normaal onderhoud wil belichten, dan is 12 uur voldoende. Stekjes of ontkiemende zaadjes kunnen soms ietsje meer gebruiken, maar maak het niet te bont. De lamp die de hele dag aanstaat, die verbruikt natuurlijk stroom. Maar het valt best wel mee omdat het een LED-lamp is. En als je het vergelijkt met oudere groeilampen die geen LED-techniek gebruiken, is het echt veel en veel minder stroomverbruik. De lamp verbruikt maar 40 watt, wat vergelijkbaar is met bijvoorbeeld een gloeilamp. De behuizing van de lamp werd soms een beetje warm, maar dat is eigenlijk omdat hij dan de LED-strip aan het koelen is. Dus de behuizing is van aluminium gemaakt en die neemt de warmte van de LED-strip over, waardoor die in veel betere conditie blijft en tot wel 8 jaar lang meegaat. En daarna kan je de LED-strip gemakkelijk vervangen voor een nieuwe, dus hoef je niet gelijk een hele nieuwe lamp te kopen. Ik kreeg ook een vraag over het gebruik van zo'n groeilamp voor een kruidentuintje. Of dat ook kan, of je dus in huis kruiden kunt opkweken met een groeilamp. En dat kan zeker, en vooral met zo'n lamp als deze, met dat witte licht. Dan weet je zeker dat je geen smakeloze basilicumplant eraan overhoudt. Super geschikt ervoor. En ik heb zelf een verticale lamp, maar je kunt hem ook in horizontale variant krijgen met 2 pootjes eronder. En dan kun je zo je kruidentuintje eronder zetten. Dus dat is natuurlijk heel erg ideaal ervoor. En je kunt zelfs vanuit zaadjes kruiden opkweken of andere zaden laten ontkiemen en opgroeien totdat je ze bijvoorbeeld in de moestuin kunt gaan zetten. En er zijn zelfs professionele kwekerijen die ook deze lampen gebruiken om hun microgroentes op te laten groeien. Dus je kunt hem zeker voor een kruidentuin ook gebruiken. Je planten op de meer donkere plekken in je huis zullen echt heel erg blij zijn als je ze een beetje extra licht geeft met behulp van een groeilamp. En ook die lange donkere wintermaanden komen ze een stuk makkelijker door met extra licht. Je ziet nieuwe bladeren groeien bij planten die al heel lang stilstaan en die gewoon echt dat extra licht nodig hebben. En ik weet zeker dat die planten het niet erg vinden om wat verder weg te staan van het raam, want ze krijgen op deze manier gewoon voldoende licht. En naast dat het licht van de lamp zo effectief is, is de lamp ook heel stijlvol en gemaakt van super stevig materiaal. Dus van aluminium, geen plastic, maar echt aluminium. En ook de LED-strip kan je vervangen als die daar op een gegeven moment aan toe is. Waardoor die lamp eigenlijk een heel leven lang meegaat. Ik heb intussen mijn lamp op een timer gezet. Hij gaat 's ochtends aan en 's avonds weer uit. Zodat ik er niet meer over na hoef te denken en dat ik alleen nog maar planten water hoef te geven. En dan genieten van de nieuwe bladeren die er verschijnen. Heb je nog vragen over groeilampen? Laat het me vooral weten in de comments. En ook als je zelf ervaring hebt met groeilampen, ik ben heel erg benieuwd ernaar. En wil je meer leren over planten, dan kun je me volgen op YouTube of Facebook. En je kunt je ook inschrijven voor mijn 2-wekelijkse mailing, waarin ik nog meer plantentips met jullie deel. En dit was het voor deze keer. Ik zie jullie graag bij de volgende video weer.